Hey creatievelingen, ik heb weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag wordt het even een korte video, denk ik. Het wordt even een klasvideo, want er gaat heel veel veranderen. Dit is voor het eerst trouwens dat ik er met jullie over ga hebben. En überhaupt eigenlijk dat ik het er echt over heb, denk ik. Maar ik denk dat jullie allemaal mijn serie Bijbelpraat wel kennen. En mijn kanalen heet allemaal nog Crea en Mietje en het verwijst eigenlijk altijd naar mij. Het gaat heel vaak over mij, terwijl ik juist naar God wil verwijzen. Ik wil niet dat het om mij gaat. Daar komt het eigenlijk op neer. En het is niet voor niks dat ik dit op een avond zomaar te horen kreeg. Dit woord Bijbelpraat, wat echt een fantastische naam is. Dus ik wil er meer in mee gaan doen. Al mijn kanalen gaan dus vanaf nu Bijbelpraat heten. Ik heb het even gecontroleerd op YouTube en op Pinterest kan ik zo die naam aanpassen. Op Insta bestaat het al een naam. Waarschijnlijk zet ik er een punt tussen, Bijbel.praat. Dat lees ook wat lekkerder aangezien je bij, ik weet niet of bij YouTube wel kan, wel, ik hoop het, dat we hoofdletters kunnen gebruiken. Gewoon puur dat lees lekkerder. Als Bijbel, de B van Bijbel en de P van praat met hoofdletters zijn. Dat is voor het oog makkelijker. Nou, zal het voor de meeste mensen niet een probleem zijn als dat niet zo is. Maar zoals ik, iemand die er wel snel moeite mee heeft met tekst lezen ook, is dat makkelijker om te lezen. En nou ja, op Insta weet ik dat het niet kan, dus dan gebruiken we een punt en de naam wordt al gebruikt. Dus hè. En misschien ga je vragen van nu, als je naar mijn kanaal gaat, van wat voor video's, kletsvideo's, creatieve video's, stopt dat dan nu? Nee. Daar gaan we het even over hebben, want creatieve video's, we gaan het heel anders aanpakken, denk ik. Ik weet nog niet hoe de opbouw gaat zijn. Heel eerlijk, ik weet het echt nog niet. Dus het is gewoon puur het idee. En ik ga er nu, vanaf vandaag, zeg maar, ga ik aan het idee werken, actief, niet in mijn hoofd. Maar echt, ik ga dingen doen, zoals deze video opnemen. Ik wil betere foto's voor mijn kanalen. Bijvoorbeeld, dat is een idee, ja? Ik ben er nog niet mee gaan werken, maar het is wel een idee. En ik wil iets van een logo. Geen idee of het een officieel logo wordt. Maar voor in mijn intro is dat je dus het woord zo ziet. Dat het even zo in beeld komt. En dat. Dat zijn ideeën in mijn hoofd. Daar ga ik vanaf vandaag aan werken. Dus ik weet ook nog niet hoe alles eruit gaat zien op dit moment. Als deze video online gaat, hoop ik dat ik wat meer weet. En zo niet, maakt niet uit. Kunnen jullie me helpen? Creatieve video's en zo blijven dus wel. Alleen dan in iets andere vorm. Misschien komen er ook meer video's over, meer over mode, bijvoorbeeld over hoe je je kan kleden als een vrouw of van God. Noem het op. Wat hebben we nog meer voor onderwerpen? Mental health. Ja, waar wil je het over hebben? Laat het me weten. En creatieve video's. Ik wil ook christelijke challenges bijvoorbeeld gaan doen. Dat wordt dan een nieuwe soort video's wat bij mijn kanaal gaat komen. En misschien gooi ik alle video's om dat het lijkt alsof het nieuw is, maar dat het voor mijn idee hetzelfde is om te maken. Nou ja, dat de opbouw gewoon anders wordt. Daar dat. De opbouw is waarschijnlijk gewoon heel anders van video's. Ook voor creatieve video's. Gaat niet weg, want ik heb een passie voor creativiteit gekregen. Dus er blijft sowieso iets van creativiteit. Dus we blijven willen tekenen. Zeker ook haken. Ook al haak ik niet heel veel en ik maak kleine projectjes die ik niet afmaak. Ik heb echt 4 projectjes liggen die ik niet afmaak. Ik film er ook helemaal niks van, als ik heel eerlijk ben. Maar ik kan het ook gewoon een keer hebben over, weet je wel, wat ik moeilijk vind met haken is, ik ben christelijk, zeg maar, en ik wil een goede haak. Als ik iets voor mezelf haak, wil ik dat het goed is. Weet je wel, ik heb gewoon een aantal dingen waar kleding aan moet voldoen voor mij, voordat ik het aandoe. En met haken is dat echt moeilijk om een patroon te vinden wat niet hondsgaten heeft. En als het wel hondsgaten heeft, zoals bepaalde patronen, dan moet er dus ook wat onder. En dat wil ik dan wel, dat ik er leuk uitzie. Dus moet er leuk shirtje of iets onder. Het is best wel moeilijk. Net zoals dit. Dit shirtje ziet er niet uit. Eigenlijk hoort hier de vest bij, maar ik vond het warm. Zullen we hem even. Ja, oké. Okay. Eigenlijk moet ik hem even aandoen voor het idee. Het is niet het beste vestje wat ik ooit gehaakt heb, maar ik vind hem zelf wel heel erg leuk. Van die hele dik wol, grote steken. Ik heb er een video over gemaakt, volgens mij. Ik heb er heel veel zin in, vooral in de komende tijd. Dat er dingen gaan veranderen en vooral dat het niet in mijn handen ligt, vind ik op zich best wel. Ik weet niet, het geeft een soort rust. En ik ben super enthousiast hierover. Ik heb zoveel ideeën in mijn hoofd. En ik ga die
op papier wil ik ze zetten. En ik wil ze gaan uitwerken samen met jullie. En ik wil jullie ook vragen wat voor video's je het leukst vindt om te kijken. Zijn dat van die korte christelijke video's? Of zijn dat van die challenges? Creatieve christelijke challenges heb je natuurlijk ook gewoon. Dat gaan we ook doen. En als er een challenge voorbij komt, helemaal een nieuwe hype. Waarschijnlijk mis ik dat. Dus dan kan je altijd via mijn Insta DM kan je altijd dingen doorsturen van creatieve hypes en zo. Of onder YouTube video's doe je ding. Pinterest kan ook nog. Wist je dat je op Pinterest berichtjes kan sturen? Ik kwam daar echt een paar weken terug achter. Ik heb berichtjes van 2, 3 jaar geleden nu gezien. Het spijt me. Ik wist niet dat je berichtjes kon sturen op Pinterest. Maar daar kan je me ook een berichtje op sturen, blijkbaar. Stuur lekker dingen door, zou ik zeggen. En laat even weten welke dag. Welke dag willen jullie dat ik ga uploaden? Is dat nog steeds vrijdagmiddag om 4 uur? Waarschijnlijk gooi ik op een gegeven moment ook een poll eruit met welke dag, welke tijd. Ik weet niet of ik het red elke week, een video. Ik hoop het. Ik ga mijn best doen natuurlijk, zoals altijd. Gelukkig zijn niet elke week creatieve video's. Oh, ik had altijd, ik probeerde echt mijn best en soms lukt het ook wel. Maar het is gewoon zo moeilijk om elke week iets creatiefs te maken waar je en blij mee bent, echt nog tijd in hebt gestoken, dat je er blij mee kan zijn, zeg maar. En echt, nee, het vergt gewoon te veel tijd. Echt een Bijbelpraat-series, weet niet of dat terugkomt, of dat dat er ook anders uit gaat zien. En het is meer een aankondiging van, hé, het gaat veel veranderen. En het duurt misschien nog een week of 2 of 3 voordat er echt video's online komen. Misschien komt volgende week een video online, ik weet het niet. Ik ga in ieder geval vanaf nu ideeën uitwerken en ik ga ook dingen filmen. Maar waarschijnlijk ga ik dus veel meer vooruit filmen. Ik weet het ook nog niet zo goed, maar dit zijn plannen een beetje. Mijn idee. En ik dacht, we delen het nu alvast. En dan kunnen jullie ook meedenken en ook een soort meekijken in dit proces. Ik wil het misschien ook wel gaan filmen van als ik dan bezig ben met video's. Of van hoe ik dat aanpak. Want het is best wel heel anders, denk ik. In ieder geval bepaalde ideeën die ik in mijn hoofd heb, dat gaat gewoon heel anders zijn. En ik heb daar ontzettend veel zin in, zoals ik al eerder heb gezegd. En ik zie dit echt als een nieuwe weg, zeg maar. Een nieuw iets. Mocht je nieuw zijn en niet weten waar ik vandaan kom met heel dit verhaal, dan zit ik van nou, ik weet niet wat die meid allemaal op te vertellen, maar ik denk niet dat ze helemaal goed bij haar hoofd is. Wat ik heel goed snap. Ik heb een video van mijn Bijbelpraat. Dat is de eerste video van mijn verhaal gemaakt. Mocht je interesse dus hebben in mijn verhaal. Een beetje waar ik vandaan kom. Kan je die video kijken. Dat is voor deze video. Ik weet ook niet of ik mijn intro en outro ga behouden. Met hey creatievelingen. En creatieve groetjes. Gaan we allemaal vanzelf zien. Dit was het voor vandaag. Ik geef je zo snel mogelijk weer een update. Als ik meer weet. Meer heb uitbracht. Dat alles. Maar voor nu wens ik jou de creatieve groetjes.